De districtscommissaris van Saramaka, Sarwan Kumar Ramai, wil zijn district tot een toeristische trekpleister maken. Momenteel zijn het vooral mensen die op weg zijn naar Nikeri die een stop maken in Groningen. De burgervader streeft ernaar dat toeristen langer in het district blijven en meer aan hun trekken komen. Er zijn al plannen om de gevangenis achter het commissariaat tot een museum te maken. Deze gevangenis werd in de koloniale tijd gebruikt en verkeert nu in een verwaarloosde staat. Met middelen uit het districtsfonds moet binnen een maand een museum verrijzen waar toeristen terecht kunnen voor historische informatie over het district. Samen met de lokale bevolking worden de logeergelegenheden in het district in kaart gebracht. DC Ramai benadrukt dat Saramaka een belangrijke bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van de toerismesector in Suriname.